opmerkelijk moment nog voor de wedstrijd, bij de warming-up, dat jij als 12e man op een gegeven moment mee. Waarom was dat? Ja, Justin ging gisteren van de training af. Had wat last aan zijn enkel, ging een beetje doorheen. Dus het was kijken hoe die zich voelde vandaag in ieder geval. En hij voelde zich goed, had hij gezegd. Dus, daar ben ik blij om voor hem. Ik had gehoord ook dat zijn vader op de tribune was, die aan me hier naartoe is gekomen. Ja, is toch mooi voor zo'n jongen. En dan ben ik wel blij dat hij daar dan geen last heeft en gewoon lekker kan spelen. Nog iemand anders voor wie jullie denk ik ook allemaal heel blij zijn, is Amin Yunus. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, zulke dingen, dat voel je gewoon aan. Gewoon aan elkaar. Dat merken wij gewoon zelf ook. Dat is toch het pech ook soms dat hij dan als hij kansen krijgt, zoals hij schoot, maar goed is ook tegen de lat. Ja, dat hij dan net niet ingaat, weet je. Zulke dingen, ja, dan hoop je toch het liefst dat hij gewoon een keertje valt. En dat doet toch wat met je. En gelukkig valt hij ook nog een belangrijk moment. Dus het is alleen maar goed en lekker voor hem. Ik hoop dat het hem vertrouwen geeft. Dat hij met nog meer dreiging, met nog meer agressie en zelfvertrouwen, in ieder geval de kansen gaat schieten nu of afmaken, dat soort dingen. Dus, Dat zelfvertrouwen is heel belangrijk, want je had het idee de laatste week af en toe dat hij echt met zijn ziel onder zijn arm liep. Dat hij een beetje tegen zichzelf ging voetballen. Dat het echt als een last op zijn schouders lag. Nou, dat vind ik wel zelf, in ieder geval in mijn ogen, vond ik dat wel meevallen. Ook op de trainingen, zoals hij gewoon eigenlijk, dat hij gewoon hetzelfde is. Maar als je, ik zeg, wat 5 kansen krijgt en je hebt 5 keer niet gescoord. Ja, dan ga je toch wel balen. Ja. En dan ga je toch wel denken met de volgende kans die je krijgt van moet ik wat anders, moet ik dit. Het krijgt toch vraagtekens. En daarom ben ik blij voor hem dat hij heeft gescoord. Nog een belangrijk moment. En je merkte wel gewoon dat het team ook echt blij was voor hem. Iedereen heeft hem een knuffel gegeven van, weet je, trots. Ja, zo hoort dat. Dus het spreekt toch wel dat we een echt team zijn.